Kijkers, twee kinderen van mevrouw Ratna Koemari waren in het ziekenhuis opgenomen. Zij was vorige week bij 1 voor 12 voor hulp met de medische kosten die betaald moesten worden voor behandeling van haar kinderen. Voorzitter Vismalen bracht daar gisteren een bezoek en brengt u de volgende update van dit geval. We zitten wederom te Leesweg bij mevrouw Ratna. Ik mag u het blijde nieuws geven dat de kinderen van mevrouw Ratna weer thuis zijn. En ik mag u vertellen, gezond thuis zijn. We gaan een beetje met mevrouw Ratna praten hoe het allemaal is gegaan met de kinderen in het ziekenhuis. Mevrouw Ratna, je lacht voor nou. Is dankzij jou. Dankzij die groep van 1 voor 12. Nou, wat moet je nou pijn worden? Nou, ik moet niet meer afpijn, want die mij komt mijn actiezuster voor pijn money. Zuster heeft tegen me dat is mij lauw, want de geld is al gedekt. Mijn actiezuster heeft het gedekt, zij moet zijn geheim voorlopig. Nee, het is kwijtgescholden. Laat me alvast dochter Kloof bedanken en het maatschappelijk team van het Academisch Ziekenhuis Pluimpje. We zien, kindje is lekker, kijk je maar, het kindje is lekker, hoe gaat het? Je bent ook thuis. Ja. Hoe gaat het verder met jou? Het gaat. Alleen, mevrouw Ratna, kan je jouw man op tapoe? Oh, Sofie, ik ben dat je rommelig. Ik heb het even te druk hoe ik die kinderen elke keer naar aanzet moest gaan en komen. Ik kreeg geen kans om dat huis nou op te ruimen. Mevrouw Ratna, even je het aan drie weken aan tussen daar. Mijn ooit, dat was zo overhoop naar alles aan. Nou, zo, meer de voer, meer de spandrek voor elkaar zo. Hoe de bezig naga om in San Diego, mevrouw Ratna. Mijn ab meneer Isri, donateur Isri en familie in Holland. Mijn abi, want dus maar zeggen, hoe een potegel giu, hoe zit Santi, alle de sanat giu, maar hoe ben je heel druk bezig naga. De pijn voor jou en nu alles aan de vrij, de pijn daarna. Also, toch, met jou ook toe een pijn donatie giu. Dus na voor ibai isani giu de pijn, ja dringen. Toch, misschien dat kan moeilijk giu. Maar de komende week, nou je de vrij, je de rust. Trouw ik hier, eerst en samen wat ik doe, zet daar ook zo mevrouw Ratna. Ik ga ook zo de pijn netjes. U gaat geen klachten hebben. Nu ik rustig ben, dan ga ik mijn dingen maken. Maar ik heb tijd, ik ga nergens te gaan. Ik hoef niet naar kantoor in, kantoor uit en zo te rennen op en neer. Dus dat gaat u zelf zien. Binnen 2 weken is dat huis helemaal alles op zijn tijd. Ook toe, mijn abonnee voorbij een eetset geeft. Maar ik ga ook zo zitten, mijn man doet niks. Toch? Wow, komende week wordt ook een paar proces voor het tegel voor jou. We look at jari voor jou, zit aan jari. Toch? Maar in Marokko tap is er even toe. Want even in Marokko tap is er even. Alles aan het taal ververing. Alles aan het constatuurlijk bij je taken. Ik ga al mijn moeite doen, want ik wil een goede moeder voor mijn kinderen zijn. Mi heb ik ba, alles aan zet ba voor jongen de king. Dan wat paisa no go dape. Ik is kwijt gegaan. Dus ko uroko tapu a osso voor jou. Nou, je schreef moest er ook tapu a osso voor jou. Toch, het gaat om kinderen, laat de kinderen ook genieten van mama dat ze het goed hebben, ja? Mi hoop dat je gebruik aan Monibu. Dank je wel nogmaals voor alles. We komen tevreden terug van mevrouw Ratna Koemari. Ze is blij. Ze is heel trots om te horen dat ze niets hoeft te betalen. Maar goed, God werkt. En wij hebben ook ervoor gebeden dat alles goed moest gaan met de kinderen. En de kinderen zijn weer kerngezond thuis. Laat me toch van hieruit een aantal donateurs bedanken die op welke manier, niet alleen bij mevrouw Ratna, maar bij verschillende projecten hebben ondersteund. Zoals meneer Isri en familie in Nederland, zoals mevrouw Ilse Burke. En zo hebben we mevrouw Tevreden Terburg, Kenneth Jetro Pokorni, Sandra en Kroo in Nederland, Wahaha Waterbedrijf te Toenalaan, mevrouw M. Werner, mevrouw M. Winzak, mevrouw Vreug, heer Hokers, mevrouw Fitz James. En zo zijn er een aantal mensen die wij steeds bij elke uitzending bedanken. En niet te vergeten ons bedrijf die ons regelmatig ondersteunt van water. Dat is waterbedrijf Wahaha te Toenalaan. Heer Frank Wijntje, JLH Alamaké, Stede Fritsie Zorg, PHF Koenders, mevrouw IP Cederburg, MJ Saturnus, Mildred Doesburg, mevrouw Ella Simon, Romy, JC Kroni, heer
Saki. We danken nogmaals aan ieder die heeft bijgedragen aan ons project. Wij komen komende week terug en zullen dan andere donateurs ook bedanken. We kijken naar u uit om ons te ondersteunen en ons blijven ondersteunen. Je ziet het werk wat wij neerzetten. We hebben enorm veel verzoeken die ons bereiken. Dus we vragen u en smeken u, helpt u ons. Blijft u ons helpen dat wij veel, veel meer mensen kunnen helpen. Ik dank u.